Goedemiddag, mijn naam is Sabu Vincent. Mijn afdeling is het fittingcenter van Volvo. Dus fitting wil zeggen, de vellen komen toe bij ons met de banden en wij moeten de banden monteren op de vellen. Dat is fitting. We hebben geen vaste post. We hebben een rotatiesysteem. Dus iedere week of iedere dag heb ik of mijn collega's een andere job. En het is ook veel binnen- en buitenwerken. Dat vind ik ideaal. Dat ik veel meer binnen- en buitenwerk. Dat is wel wat ik ook graag doe. En het is ook, ja, ook iets aan een vrachtwagen dat je belangrijk is. Want ja, moet je nog zo'n zware vrachtwagen hebben, nog zo'n dieren. Het enige contact dat de vrachtwagen heeft, dat zijn de banden. Hè. Dus dat is ook een beetje een eer dat wij dan die banden mogen maken op die een speciale truck. Ja, want dat is er ons ander geweest. Hè. Iedere dag is dat plezier. Je kunt altijd een keer lachen, we hebben toffe collega's, de sfeer is goed. De collega's komen helpen als je problemen hebt, die staan direct voor je klaar. Dus ja, en ook ja, de veiligheid. Vrij belangrijk bij ons, de veiligheid. Als je binnenkomt bij ons, de veiligheidsbril, oordopjes, zeer verplicht. En ook de zebrapaden goed volgen. Hè. Want bij ons is er ook een tamelijk heftruck verkeer. Dus ook altijd oogcontact maken met de heftruckbestuurder voordat hij een beweging maakt of voorbij of achter een klak stapt. Als er verbeteringsvoorstellen zijn, dan mogen die personen een verbeteringsvoorstel indienen. Dat wordt dan bekeken met onze teamleider en met de veiligheidschef. En als dat goed is, wordt dat dan goedgekeurd. En dan krijgen we dan ook dan een prijs. En dat is wat vind ik wel ideaal. En ook, we hebben nu van het jaar, een half jaar gewerkt zonder werkongeval met verlet. Dus we hebben nu van Volvo uit, krijgen we dan een dag uitstap. Ja, ten eerste ben ik al fier op dat ik in Volvo mag werken. Ja, Volvo Trucks, ja, dat is een bekend merk. Ja, dat ik er een deel mag van uitmaken. Ik vind dat wel positief. Ja, dat is toch al iets heel belangrijks. Dat ik vroeg vanaf kleins af al fascineerde dat ik langs de R4 reed, dat ik zag, kijk, hier maken ze vrachtwagens. En nu mag ik er zelf in werken. Ik vind dat wel goed. En ook veel verantwoordelijkheid. Ik zeg, je mag met de heftruck rijden. Je mag dan de banden ook totaliseren. Je mag met een terberg rijden. Dat zijn allemaal dingen dat ik vroeger niet mocht doen. En hier wel. Ik heb die mogelijkheid hier gekregen. En ik vind dat wel super. Je hebt een grote verantwoordelijkheid. En ze laten je verantwoordelijkheid volledig los aan jou over. En ik vind dat wel goed.